official results aren't due out until Monday, but so far, the outgoing ruling party, the main party in the coalition, of Jan Kees van Balkenende and the Christian Democrats, look set to get 41 seats. Meneer Pechtold, heeft u goed geslapen vannacht? Als een blok. Meneer Rutte, hoe is het met de kater? Nou, de kater van mijzelf valt wel mee. Ik ben natuurlijk teleurgesteld over de uitslag van gisteren. Verjaardag en de stemmenwinst. Meneer Wilders, netwerk. The day after, hoe voelt dat? Nou, het voelt na een korte nacht heel goed aan. Ja, ik ben ontzettend blij en ook dankbaar voor nog meer dan 500.000 Nederlanders die op mijn partij hebben gestemd. What will happen now is protracted negotiations between the parties as they try to form a coalition. But last time around it took 5 months, so it's not going to be an easy time here. En ja, inderdaad, toen de heer Witteman vroeg van wie wilde met Wilders regeren, zat de ene zijn veters te strikken en de rest keek als een schaap naar het plafond. En niemand was thuis. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Het had slechter gekund. Dit is niet goed. Maar alle redenen om er flink tegenaan te gaan. Dus de kaarten liggen zoals ze liggen. En ja, ik ben super gemotiveerd om de club te leiden de komende tijd. En volgend jaar verkiezingen. U blijft optimistisch. Absoluut. De grote winnaar van gisteren was natuurlijk Jan Marijnissen van de Socialistische Partij. Hij won 17 zetels en is nu met 26 zetels de derde partij van Nederland. Verslaggevers Sybis Sietsma en Daniel van Dam verbleven gisteren en vandaag in het kielzog van de grote leider van de SP, Jan Marijnissen. Wat dacht u toen u de Melkweg binnenkwam met die grote mensenmassa? Ja, dat was eigenlijk. Ik ben zo wat gedragen naar het podium. Dat was een hele bijzondere ervaring. Ja. Ik zag allemaal fotografen over elkaar heen struikelen op dat bordes. Dus het was wel een beetje zielig voor die man die daar onder lag. Maar ja, het was dringend geblazen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Marijnissen. Hallo. Netwerk. Hoi. Hallo. Is dit een overval of wat is dit? Heeft u goed geslapen vannacht? Ik heb heel goed geslapen. Ja? Ja. Weet u ook al wat u gaat stemmen? Ik ga op Agnes Kant stemmen. Ik heb hier een envelop. Ja. En een blanco briefje. Kom maar, ik weet al wat er gaat komen. Wat denkt u? Nou, dat ga ik nu opschrijven. Aantal zetels. Ja. Toch? Morgen maken we het open. Ja, wacht even, want dan gaan we het even heel serieus doen. Dan zetten we er ook nog even hier iets op. Doet u maar alsof we er niet zijn, hoor, meneer Marijnissen. U heeft gestemd. Hartelijk dank. Wil nog iemand koffie? Ik heb een bezet, dus kom maar. Is dat nou wel een auto voor een socialist, meneer Marijnissen? Ja, beveiliging, hè. Wat gaat u doen? We gaan een spotje opnemen, voor morgen vroeg. Om de kiezer alvast te bedanken? Ja. Graag wil ik alle SP-stemmers hartelijk bedanken voor hun steun. Als u ons wilt blijven steunen, word dan lid. Kijk verder op sp.nl. Jan Marijnissen. Jan Marijnissen. Hoi. SP! Sorry? En volgende keer doen we weer koffie. Toch ziet, joh. Ja, echt geweldig. Hoeveel speeches heeft u voorbereid? Nog geen één. Ik ga direct onder het eten er even over nadenken. Maar speechen bij feesten is nooit mijn grootste probleem geweest. Vandaag alleen al 500.000 keer
terwijl het in 2003 de helft minder was. En de VVD, weet je waar de VVD zit? In Maduro dan? Die maken zichzelf nu ook klein. Mooi is dat, hè? De SP, nou daar komt hij, Marijnissen, waar gaat hij naartoe? Hij had 9 zetels, de voorspelling wordt 24 zetels. Daarmee is de SP de derde partij in het land. Meneer Marijnissen, wat een geweldige zegen waar u op afstevend. Verdriedubbeling misschien wel. Wat zegt dit over de toekomst van de SP? Nou ja, ik weet niet of... klinkt een beetje hebberig, maar of we het einde bereikt hebben. Nee, het is natuurlijk overweldigend. Ik had dit absoluut niet verwacht. We rekening houden met de verdubbeling. Bent u in een feeststemming? Hoe voelt u zich? Ja, ik ben zeer in een feeststemming. Op een moment als dit, en dan zit je eenzaam daar op zo'n kamertje boven naar die uitslagen te kijken. Oh. Onze inzet was, is en blijft. Nederland moet menselijker en sociaal. En hier vandaag, hier markeren wij het punt waarop we zeggen, de SP is groot geworden, de SP doet ertoe en wij zullen zorgen dat het inderdaad menselijker en socialer wordt in Nederland. Jongens, even aan de kant, van Remy is klein en ik wil Remy even laten zien. Spring even omhoog, Remy. Ja, dat was Remy. De envelop. Ja. Hij is nog dicht. Oké. Okay. Ja, ik weet wat erin staat. Ik zal het laten zien. 18 stuks. 18 stuks. Heeft u een inschattingsfout gemaakt? Ja, maar die geef ik graag toe. Nou, ik weet niet of dat een inschattingsfout is. Dit zou een verdubbeling zijn geweest. Dat zou natuurlijk echt geweldig zijn. Op zichzelf. Maar nu nog eens zoveel zetels meer en 26. Ja, dat is echt gigantisch. Ik had zelf gegokt op 18 zetels. Ja, zo zal het nog wel even doorgaan bij de SP. Heel wat minder vrolijk is de stemming bij de PvdA, die gisteren 10 zetels verloor. Wat betekent deze nederlaag voor die partij en haar leider Wouter Bos? Zometeen praat ik daarover met PvdA-voorzitter Michiel van Hulten. Maar eerst de kritiek van twee PvdA-prominenten, Adrie Duivenstein en Rob Oudkerk. Hebben jullie hier eigenlijk dezelfde prognose gezien als ik? Of, nee? Er waren te weinig scherpe keuzes, absoluut. Van zijn boodschap heeft niet gecommuniceerd, dat kunnen we vaststellen. Prominente PvdA'ers hebben kritiek op Wouter Bos en op hun eigen partij. Het verlies van zoveel zetels, zeggen ze, is vooral aan onszelf te danken. Ik heb hem vaak bekritiseerd op dat punt. Hè. Te veel naar het midden, te ver van laten we zeggen, de authentieke sociaal-democratische koers af. Die strategie is mislukt. Hè. We zien dus, dat mensen behoefte hebben aan een hele duidelijke sociaal-democratische partij. Er is een vlucht van 25% van onze kiezers richting SP. Dat had hij moeten voorkomen, dat had hij moeten zien. Hè. Dus we hebben onze basis wat dat betreft ernstig verzwakt. Is Wouter Bos voor u nog houdbaar? Ja. Want hij is zijn uiterste houdbaarheidsdatum heeft hij nog niet overschreden. Bovendien is het iets heel simpels. Noem mij de nummer 2 van de PvdA. Dat is mevrouw Abay. Ja, en noem mij de nummer 3 en zo kan ik nog een tijdje verder gaan tot nummer 80. Maar de stelling, ik ga er ook duidelijk over zijn, er is bij de PvdA op dit moment geen alternatief voor Wouter Bos. De strategie heeft gefaald, zegt u, maar Wouter Bos mag blijven zitten. Zegt u dat bij gebrek aan een betere vervanger?
Ik heb altijd bezwaren aangetekend tegen het feit dat de partij zich aan het versmallen is naar personen. In dit geval naar Wouter Bos. We hadden die discussie al bij Kok. We hebben die discussie bij Wouter gehad. Maar Wouter stond natuurlijk extreem hoog in de peilingen. En dan zie je dat in de partij er een klimaat is dat daar niet over gesproken wordt. Ik opteer voor breed leiderschap. Ik vind per definitie dat hij gisteravond twee dingen had moeten doen. Moeten zeggen, luister, ik heb verloren 10 zetels. En ik feliciteer de 4 partijen, hij had er maar 3 gefeliciteerd, met hun winst. Ja, dat is het eerste wat je moet doen, maar dat is voor mij betreft een onbelangrijke zin. Dan wil ik van hem horen, en wat ga je nu doen? En ik vind uw vraag dus minder belangrijk. Ik wil nu van Bos horen, wat ga je nu doen? Ga je nu in een kabinet zitten met een partij waarvan je de afgelopen 4 weken hebt gezegd, ik heb er nog nooit zo ver van afgestaan? Of gaan we over 8 weken weer merken dat dat eigenlijk ook allemaal een beetje alleen maar voor de campagne was en dat we eigenlijk toch maar weer met z'n tweeën, CQ3, in een kabinet gaan zitten? Dat zou ik een ernstige zaak vinden. Ik denk dat de Partij van de Arbeid, die moet gewoon vol kiezen voor regeringsverantwoordelijkheid, zorgen dat er zo'n progressief mogelijk kabinet komt. En Wouter Bos moet daarin, in dat kabinet, een hele prominente plek in gaan nemen. Minister van Financiën wellicht. Minister van Sociale Zaken. Ik bedoel, er zijn geweldige mogelijkheden. En ook letterlijk en figuurlijk aan de mensen laten zien dat hij bereid is handen vuil te maken. Dat hij bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Het past niet, naar mijn gevoel, past het ons niet om langs de kant te gaan staan. Zoals gezegd, hier te gast PvdA-voorzitter Michiel van Hulten. Goedenavond, meneer Van Hulten. Heeft u al enig idee waarom u 10 zetels heeft verloren? Nee, niet echt. Er zijn natuurlijk een heleboel speculaties en theorieën. Maar nee, een vastomlijnd idee nog niet. De verkiezingen zijn minder dan 24 uur geleden achter de rug. En dat echte nadenken moet nog beginnen. Ja, zowel Oudkerk als Duivenstein zeiden net, het was niet uitgesproken genoeg, de campagne. Bent u het daarmee eens? Nou, dat zou kunnen. Dat we inderdaad niet scherp genoeg zijn geweest. We hebben vandaag met het partijbestuur even informeel contact gehad. En we hebben in ieder geval besloten dat de campagne geëvalueerd gaat worden. En we gaan ook kijken naar de vraag van hoe kan het dat we na 2003 die mooie overwinning toch zoveel zetels zijn kwijtgeraakt. Ook sinds maart de gemeenteraadsverkiezingen. En we willen dus dat daar goed naar gekeken wordt. Ja, u was campagneleider bij deze verkiezingen. In Parool lazen we vanavond dat het campagneteam vaak tegen Bos heeft gezegd het moet scherper. Maar hij wilde niet. Klopt dat? Nou, nee, dat klopt. Dat is echt een eenzijdig beeld. Je hebt, zoals in ieder campagneteam, heb je discussies over hoe je zaken aanpakt. En er zijn altijd verschillen van mening. Maar het is niet zo dat Bos aan de ene kant stond en het team aan de andere. Maar er waren wel verschillen van mening, zegt u, waarin hij wat rustiger aan wilde doen en u wat feller? Nou, op sommige punten wel en op andere weer niet. Dus dat liep helemaal door elkaar. Dus dat beeld, daar herkende ik me niet in. Maar wat ik al zei, in ieder campagneteam heb je discussies over hoe het precies moet gaan. Het belangrijkste is dat we vaststelden op een gegeven moment dat we inhoudelijk niet goed genoeg doorkwamen door al de persoonlijke aanvallen op Bos die wij onvoldoende konden pareren. Vervolgens hebben we de slag naar de inhoud gemaakt en daar zijn we de laatste week vrij goed in geslaagd. Nou ja, vrij goed in geslaagd. Het heeft geen zetels meer opgeleverd. Nee, we zijn toen wel in de peilingen wat gestegen. Maar ja, maar daar heb je niet zoveel aan. Nee, dat is zo. Maar het resultaat is natuurlijk ook teleurstellend. En ik had liever een feestje gevierd als bij de SP. Gefeliciteerd overigens aan de SP. Ja, ook aan premier Balkenende moet u de felicitaties overbrengen. Zij Oudkerk, want Bos deed dat niet gisteren. Jazeker. Nee, ik heb vanochtend ook in de radio, op de radio bij u in de uitzending, heb ik de premier ook van harte gefeliciteerd. En bij deze nogmaals, CDA is grootste partij geworden en heeft ook het initiatief nu bij de formatie. U heeft zelf toen u aantrad gezegd, ik ben voor een echt links kabinet. Wouter Bos zei dat in deze campagne niet. Had hij dat niet moeten zeggen? Nou, wat ik heb gezegd is dat ik voorstander ben van linkse samenwerking en daar rust een soort taboe op. Mensen als Adrie Duivenstein die probeerden dat taboe te doorbreken. Dat is ook aardig gelukt. En Wouter Bos zegt terecht, ik ben de eerste leider sinds Den Uyl die linkse samenwerking heel normaal vindt. Ja, maar nooit voluit voor gekozen. Nee, maar ook, dat komt natuurlijk ook omdat we heel veel gemeen hebben met een partij als de SP of GroenLinks. Maar er zijn wel degelijk ook verschillen. Ja, maar had je toch niet moeten aansturen waardoor je een scherpere campagne had kunnen voeren? Nou, dat zou best een van de conclusies van dat onderzoek kunnen zijn. Daar wil ik niet op vooruit lopen. Maar natuurlijk zou een van de vragen zijn waarnaar gekeken wordt de komende weken is van, had je daar een andere koers moeten kiezen? Ja, en u zegt nu, dat zou wel eens zo kunnen zijn, ja. Dat zou kunnen, maar het zou kunnen dat het niet zo is. Daar kan ik niet op vooruit lopen. Maar dat is natuurlijk wel een van de vragen waar nu over gesproken wordt. Ja. En waar natuurlijk dan ook naar gekeken moet worden. We hebben vandaag veel mensen gesproken, telefonisch. En allemaal zeggen ze, er moet echt een grondig onderzoek komen. Gaat u dat doen of zegt u, ja, we gaan die campagne evalueren?
Nee, het gaat niet alleen om de campagne zelf, want dat is bijna, zou je zeggen, dat is de uitvoering van de strategie. Dat lijkt is het, me logisch, het staartje. Ja. Nee, het gaat echt om de vraag van waar staat de PvdA strategisch gezien? Hè? Hoe hebben we ons ontwikkeld sinds 2003 en hoe gaan we om met de nieuwe politieke verhouding in Nederland? Ja, u zegt, naar aanleiding van deze verkiezingsuitslag komt er een grondig onderzoek naar hoe we er eigenlijk voor staan. Ja, dat lijkt me heel verstandig, want van zo'n verlies moet je leren. En de beste manier om dat te doen is zelf te onderzoeken wat er mis is gegaan en welke les je daaruit kunt trekken. Heeft al iemand op het oog om die commissie te leiden? Nee, dat nog niet. Dat moet ook eerst besproken worden in het partijbestuur morgen. Er wordt morgen een beslissing over genomen? Ja, er wordt morgen een beslissing over genomen en dat zal één of meer verstandige iemanden zullen dat zijn. Ja, en die gaan daar echt... Mag dat lang duren? Nou, ik wil het liefst zo snel mogelijk resultaat... Ja, want misschien moet je ook formeren, hè? Ja, nee, we moeten gewoon verder, even los van de formatie. Ik ben wel van doorpakken, ik wil graag snel resultaten zien. En we moeten ook zo snel mogelijk u weer op de agenda zetten, op de agenda krijgen, de thema's waar wij het over willen hebben. En de hele tijd met jezelf bezig zijn, dat vind ik helemaal niks. Dus een kort, diepgaand, goed onderzoek gaat u instellen morgen? Wat mij betreft wel, maar het belangrijkste is natuurlijk dat we nu eerst een sociaal kabinet willen dat een andere koers inslaat met Nederland. En daar maken we ons ook sterk voor. Daar gaan we ons zometeen verder over praten. We gaan dan vooral praten over de verhouding tussen de twee partijen die door iedereen worden aangewezen als toekomstige coalitiepartner, CDA en PvdA. Die twee partijen hebben een moeizaam verleden samen. Denk bijvoorbeeld aan de mislukte formatie tussen die partijen in 2003. Margje Fixen en André Zwartbol bezochten gisteren de uitslagenavonden van PvdA en CDA met maar één vraag op de lippen: kunnen ze straks samen regeren? Veel leedvermaak gisteravond. Het CDA kan haar geluk niet op als de PvdA alweer zetels verliest. Toch een behoorlijk verlies, maar ze blijven de grootste. Maar als er hier bij het CDA wordt verloren, gaat er bij de PvdA gejuich op. Er zit nog steeds pijn tussen de PvdA en het CDA. Die pijn is al 3 jaar oud, maar er is een wond en die is gevoelig. 3 jaar geleden, in 2003, proberen CDA en PvdA samen een kabinet te vormen. Het duurt 77 dagen en dan klapt de boel. Het is lange tijd geprobeerd, maar ook daar moeten we eerlijk in zijn. Het lukt gewoon niet om eruit te komen. CDA en PvdA gaan boos uit elkaar. Ja, nou, ik voel me grotelijks bedonderd. En dat is voor mij niet eens zo erg, maar vooral die mensen waar ik het voor de verkiezingscampagne gevoerd heb. De chemie, het gevoel ergens samen voor te staan, de gezamenlijke wil eruit te komen, dat is toch heel anders dan je eigenlijk zou moeten willen. Zij hebben gebroken vanavond en dat vind ik eigenlijk totaal onverantwoordelijk in een tijd waarin het hard nodig is dat er weer eens een keer geregeerd wordt. Nou ja, je voelt je vreselijk. Ja, Wouter drukte het gisteren wel uit. We voelden ons bedonderd. En dat idee had ik eigenlijk gisteravond zelf ook wel. Jet Bussemaker, gisteren op de verkiezingsavond van de PvdA. Nog steeds kan ze zich opwinden over het kunstje dat het CDA volgens haar heeft geflikt. Wat je dan dus denkt, dat gaan we dus niet snel overdoen. Zeker niet op de manier waarop we dat toen gedaan hebben. Ik vond toen al dat CDA de neiging had om te zeggen, wij bepalen het beleid en jullie mogen aanschuiven. Arrogant. Ik weet niet hoe ze daar nu over denken, maar dat is voor mij geen basis. Maar dat is natuurlijk wel 4 jaar geleden, hè? Aldus Vet Kroonen, die in 2003 samen met Jet Bussemaker in het PvdA-team zit dat onderhandelt met het CDA. Hij heeft het al verwerkt ondertussen. Absoluut, ja. Joop Wijn zat toen in het CDA-team. Ook hij heeft slechte herinneringen aan de mislukte formatie met de PvdA. Ja, dat is waar. Het is natuurlijk een paar jaar geleden niet gemakkelijk geweest. Maar tegelijkertijd in Nederland hebben we een traditie van coalitiekabinetten. En ik kan me best voorstellen dat de Partij van de Arbeid wel wat weg te slikken heeft. Denkt u dan daarbij ook meteen weer aan hoe dat die vorige keer ook alweer ging, een jaar of 3 geleden? Nou, dat weet ik niet. Ik zou zeggen nieuwe prijzen, nieuwe kansen. Ja, wil u liever niet aan terugdenken? Nee. Mevrouw Timmerman-Buk zal vanavond als voorzitter van de Eerste Kamer advies geven aan de koningin over de coalitie die er moet komen. Ook de problemen tussen CDA en PvdA komen dan aan de orde. Als een van de onafhankelijke adviseurs van de koningin heb je natuurlijk historisch besef mee te nemen. Dus ook daaraan moet worden teruggedacht. In de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma staat niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer u staat iets wat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Ik zou het voor het niveau. Meteen al aan het begin van de afgelopen verkiezingscampagne is de spanning tussen CDA en PvdA voelbaar. Dat is wat u nu doet en daar wil ik niet bij horen. U vertelt op het ogenblik gewoon nonsens.
Maar dat is niet uw boodschap. Willen deze twee heren nog wel met elkaar aan één tafel? Kunnen PvdA en CDA met elkaar in een coalitie? Het is dan wel niet de enige mogelijkheid, maar wel een hele serieuze. U wilt er gewoon nog niet zo aan, hè? CDA, PvdA. Nou, het is duidelijk dat wij hard met elkaar gevochten hebben voor de tribune en tijdens de verkiezingen. Dus makkelijk zal dat niet zijn. Bert Koenders weet waar het nu nog steeds aan ontbreekt tussen PvdA en CDA. Nou, de les uit 2003 is dat je van tevoren de partijen onderling vertrouwen in elkaar moet hebben en elkaar ook wat moeten gunnen. De komende dagen zal het stof langzaam neervallen. We zullen iets zien van het slagveld dat is aangetreden. Moet u zelf iets overwinnen als je met de PvdA gaat praten? Nee. Ik vind dat je dat altijd professioneel moet doen op basis van de inhoud. Maar ik geef toe, gevoel speelt ook een rol, want zelfs politici zijn mensen. Ja, en dan vraag ik dus van, wat voor gevoel hebt u dan met zo'n PvdA? Nou, laat ik het zo zeggen, met sommige PvdA'ers heb ik meer dan met anderen.